Goedemorgen, het is vandaag maandag 23/24. Het is pam 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 24. En ik ben mijn geliefde bananenpannenkoek aan het maken. Ik kreeg de vraag of ik ook even kon doorgeven wat precies de hoeveelheden zijn. Het is 35 gram havermout, dan een ei, 1 banaan, mis ik er nog wat, mijn vork ligt erin. Een ei, een banaan en dan melk, maar ik weet niet precies hoeveel melk, want dat zei de omi er niet bij. Ze zei ik doe altijd gewoon een scheutje, dus ik doe letterlijk hetzelfde. Kijk maar een beetje, ik doe echt gewoon zo. Maar ik merk ook wel dat dat dus blijkbaar niet heel veel uitmaakt, want het is de derde dag dat ik doe en de pannenkoeken lukken altijd. Het is gewoon totdat je zeg maar een beetje een mooie substantie hebt. De klontjes gaan er natuurlijk niet uit, want dat is de banaan. En dan last but not least doe ik er nog kaneel bij, want dat maakt ze gewoon net even iets lekkerder. Nou ja, en dat is gewoon een kwestie van even als er iets uitkomt. Zo. En dit is echt fantastisch. Dit is echt dus 35 gram havermout, 1 banaan, 1 ei en melk. Dus ga het allemaal maken, want het is echt te lekker. Daarom eet ik het echt nu gewoon voor de derde dag achter elkaar, geloof ik. Vandaag is die ene dag in het jaar waar ik altijd zo intens tegenop zie. Ik ga altijd één keer in de twee weken naar Kring op maandag. Degene die al lang kijkt, die weet dat het een groep vrienden die komt bij elkaar voor studies. Ik ken hen allemaal vanuit de kerk, waar ik zelf nu dan niet meer heen ga. Maar we eten altijd samen. En je moet dus koken. En ik ben geen keukenprinses. Ik weet niet waarom, want mijn moeder is dat wel. Ik heb dat gewoon niet van haar geërfd. En dat is gewoon heel jammer in dit geval. En vorig jaar heb ik dus ook één keer moeten koken. En dat was echt een drama. Ik ging bami maken. De bami zat vast aan de onderkant van de pan. Het smaakte verbrand. Het was... Nou ja. Dus. En vandaag is de dag dat ik het dus weer moet doen. Ik ga hartige taart maken. Jeritje gaat me helpen. Ik doe het bij haar thuis. Hartige taart was trouwens ook haar idee. Het enige wat ik eigenlijk echt moet doen is boodschappen en haar ondersteunen. Dus eigenlijk kook ik nog steeds niet, maar kookt zij. Maar toch, het is gewoon echt... Het is gewoon ook voor veel mannen. Het is voor 14 mannen of zo. Het is gewoon lastig. En laat mij pasta maken voor 4 man, dat kan ik. Maar voor 14 man, dan verpest ik het gewoon. Maar misschien is het ook omdat ik de druk in mijn hoofd gewoon heel hoog maak of zo. Omdat het de vorige keer zo mislukt is. Maar in ieder geval, dit jaar gaat me dit jaar helpen. Dus het komt vast wel goed. Ik ga nu eerst naar het centrum. Daarom sta ik hier. Ik heb echt exactly the same outfit aan als gisteren. Maar deze zit gewoon te lekker. En ik word er gewoon te blij van. Waar is mijn jas? Oh, hier. Maar ik ga nu eerst even een nieuwe 25 euro outfit halen. En de oude deels terugbrengen. Aangezien ik het shirt aan heb. Want die moet morgen online. Want ik hoop het einde van deze week de... AliExpress of de Wish shoplog op te kunnen nemen. Dus daarom verplaats ik hem nu naar dinsdag in plaats van donderdag. Meestal komt de 25 euro outfit namelijk donderdag. Maakt op zich verder niet uit. Oké. Als je nou echt heel erg van de panterprint bent, ja, dan moet je echt nu naar de Wibra. Want daar hebben ze zoveel keuze en zoveel bizar veel panterprint. Maar ook echt hele leuke dingen. En waarom ben ik niet scherp? Ja, nu wel. Zo, dat was even lekker snel doen wat ik wilde doen. Kan ik jullie hier neerzetten? Ja. En ik heb dus ook nog bij de Hema een aantal leuke dingetjes gekocht. Ginny is al helemaal onder de indruk. Dit mandje. En ik zou even de bon pakken, want er stond eigenlijk geen prijs op. Maar ik vond hem gewoon leuk, ik dacht ik koop hem gewoon. Deze was 6 euro. Wow, dan was die fotolijst gewoon nog duurder. Maar ja, deze fotolijst. En die vond ik vooral heel leuk, omdat hij dus de gouden en de roze combi heeft die ik ook in huis heb. En er staat op Stay Wild, dus dat vond ik ook wel grappig. Maar je kunt de inhoud ook wisselen, dus het is gewoon, ja, die was dus 6,50. Ah ja. En dan kwam ik deze bij de kassa nog tegen, die was nu sale. En die vond ik ook echt heel grappig. Die is 2 euro, dus nou, daar wil je maar niet voor liggen. En het laatste broodjes voor nu. Ik ben gewoon een beetje buiten adem. Omdat ik alles zo snel heb gedaan. Ik ben echt letterlijk, denk ik,
Nou, nog geen half uur in het centrum geweest. Ik heb echt gewoon even snel, hop hop, quick quick. En weer naar huis. Want ik heb nog geen boodschap gedaan voor vanavond. Dat ga ik denk ik gewoon bij de Albert Heijn doen die vlakbij Ritja zit. Maar ik moet eerst nog recepten opzoeken. En hoe dan? Oh, oké. Okay. En dan ga ik nu ook even de outfit video opnemen. Maar eerst even opmaken. Als jullie deze vlog zien, dan staat de Vibra outfit online. En dit is dus de broek van die outfit. En ik wilde even laten zien dat deze combi ook heel leuk kan zijn. Ik vind alleen deze broek, zeg maar, hij zit best wel los bovenin. Waardoor hij me net niet zo'n heel mooi afgekleed lijf geeft ofzo. Maar het gaat meer om, zeg maar, het zwart met het ruitje. Maar ik ga de broek wel terugbrengen, omdat ik vind dat hij mijn lijf niet zoveel goed doet. Ik lijk hier echt best wel breed. Check dit gesprek met JJ. Ik vind dit zo erg. Ik ben er gewoon echt al 2 uur aan het kijken. Maar ik vind het gewoon moeilijk. En dan denk ik, kom op Sofie, het is maar gewoon koken. Maar ik vind dit oprecht heel moeilijk. Je hebt hier, wat ik zeg, je hebt zoveel nodig. En ik weet met de helft niet eens wat ik moet. Dus zij stuurt mij gewoon eventjes 2 recepten. Nou, daar ben ik al heel blij mee. Dan hoef ik gewoon geen keus meer te maken, oké. Maar in die recepten staat dan niks over een bodem en beslag. En dan denk ik, ja, maar ik weet niet hoe dat moet. En zij zegt dan, gewoon bladerdeeg uit de vriezer. Als je 3 pakjes koopt, is dat goed. En dan denk ik, hoe dan? Waarom kan ik dit niet? Waarom ben ik zo'n loser? Ik heb mijn lijstje in de Albert Heijn. Nu, pitloze kersen. En dan heb ik alles. Jouw keuken is ook heel erg vlogwaardig. Jij heeft een nieuwe keuken. Hij is nog niet helemaal af. Je moet hier even doorheen kijken. Maar verder is die echt zo pretty. Oké, ik heb de boodschappen gedaan. Here we go. Ik moet hem eigenlijk gewoon even ergens neerzetten. Hé, hey, moet je huilen omdat Sofie weg is? Hé. Hey. Ze komt zo weer terug. Zeg maar kusje. Ik ben weer thuis en het was een hele lange avond waarin letterlijk alles mis is gegaan. En ik heb ook echt even geen zin om het er nu over te hebben. Ik wil eigenlijk gewoon heel graag douchen en naar bed. Dus morgen meer, maar alles wat mis kan gaan op een avond, dat is vanavond misgegaan. Dus het is nu 1 uur. Ik ben net thuis. Ik ga lekker douchen, ik ga slapen en dan spreek ik jullie morgen weer. Bedankt voor het kijken. Wel tristen.